met deze nieuwe video. Mensen, oh mijn god, ik heb vanochtend mijn acryl weer gedaan. Ik heb nog nooit zulke lange nagels gehad. Oh mijn god, mensen, kijk even hoe lang dit is. Ik vind ze wel echt super leuk, zo glitterig. Maar ze zijn zo ontzettend lang. Ik moet echt nog een beetje wennen eraan. But I love it. Wat vinden we ervan? Ik heb het nooit zo lang. Ik heb het altijd gewoon een beetje lang of kort. There is no in between. Ik heb altijd gewoon die twee, maar ik heb het nog nooit zo lang gehad. But I love it. Woo. Maar in ieder geval, ik ga vandaag allemaal make-up hacks proberen. Ik heb die allemaal online gevonden op Instagram, op Twitter, op gewoon internet, Snapchat. Op gewoon allemaal verschillende social platformen. En ik heb echt best wel een aantal hacks gevonden. Er zijn er echt duizenden. Dus ik heb er gewoon een aantal gekozen die ik vandaag wil gaan proberen. En zien of ze ook echt werken. Vaak werken de hacks wel, maar vaak ook niet. Af en toe bij een aantal hacks denk ik echt... Ik weet niet echt of dit iets gaat worden, maar ik ben in ieder geval super benieuwd. Sommige heksen zijn al wel bekend, maar sommige ook niet. Dus ik ga ze gewoon vandaag allemaal proberen en ik ben heel erg benieuwd. Dus ben jij net zo benieuwd als ik? Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Oh mijn god, ik krapte mezelf. Deze klauwen. Oké, ik ga beginnen met een hack die soort van best wel bekend is geworden. En dat is de soap brows. Dus de zeep wenkbrauwen. Dus ik heb ook een blokje gehaald bij de Action. Een zeepblokje. Ik heb hier een video waarin iemand het laat zien. En het houdt goed in dat je met zeep hele volle fluffy wenkbrauwen creëert. Nou, dit ga ik dus ook proberen. Dus ik heb hier mijn Dolph zeepblokje. Het was echt gedoe om gewoon een normaal blokje te vinden. Ik kon het niet snel vinden. En zij spreiden iets van een spray erop. Dat ga ik ook doen, gewoon met MacFix Plus. Oké, ik heb hier een random spoelie van de Action. Nou ga ik dit ook proberen. Zij begon dus met de zeep en toen vulde ze haar wenkbrauwen gewoon in zoals normaal. Dus dat ga ik ook doen. Hier is de zeep. Even kijken. Maak ik het gewoon een beetje zo nat. En zij ging echt best wel veel zo met haar spoelie erin. En ik doe gewoon net zoveel als wat zij deed. Ik maak hem ook gewoon zo helemaal wit, dat had zij ook. Oké, een beetje zo-achtig. En dan gewoon door de wenkbrauwen heen. Oké, mijn wenkbrauwen worden nou wel helemaal wit. Haar blokje was meer geelachtig, maar ik heb ook mensen dit zien doen met gewoon een wit blokje. Dus dit zou gewoon moeten lukken in principe. En dan moeten ze zo omhoog blijven staan. Nou, ze gaan wel echt omhoog, zoals je kunt zien. Mijn wenkbrauwen zijn nou wel echt heel licht grijsachtig. Maar ik heb het gevoel dat het wel nut heeft met echt de haren zo omhoog laten plakken. Want het voelt nou best wel plakkerig aan. Ik laat het een beetje opdrogen voordat ik inga met een wenkbrauwproduct. Want ik denk dat het niet heel handig is als ik dat nou gelijk ga doen, terwijl het nog een beetje... natachtig is. Oké, nou is het wel opgedroogd. Mijn haren blijven inderdaad echt super goed zo omhoog zitten. Zij gebruikte een wenkbrauw pomade. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb hier die van de Hema. Die is by the way echt super goed. Er was ook echt een hele hype over. En hij is het ook echt waard. Ik heb de kleur dark brown. Dus gewoon heel donkerbruin. En ik heb hem echt al volgens mij meer dan een jaar. En hij droogt gewoon niet uit. Echt ideaal. Dus ja, die ga ik even gebruiken om mijn wenkbrauwen een beetje in te kleuren. Ja, het blijft wel echt super goed plakken, die zeep. Dat is wel echt goed. En dan ga ik er ook gewoon zo in, precies zoals zij ook deed. Kijk, nou wordt het weer een beetje bruinachtig. Dus ik hoop dat hij dat genoeg doet, zodat dat grijzige witte effect weggaat. Oké, ik heb het hier een beetje overdreven. Maar ik ga het zo weer een beetje schoonmaken. Zo, dan ga ik nou even een beetje hieronder opruimen, want het is nou echt een mes. En mensen, mijn haren blijven echt gewoon goed zitten. Ik ben echt een beetje impressed. Ik vind het niet echt de makkelijkste manier, maar het heeft wel echt nut. Nou, ik heb het nou hieronder helemaal strak gemaakt. Ik heb dus hier niks gedaan, want anders gaat dat fluffy effect een beetje weg. Maar dit heeft wel echt nut. Als je echt van fluffy wenkbrauwen houdt, dan is dit echt ideaal voor jou. Ik heb niet super veel wenkbrauwen. Maar vooral iedereen met echt hele super volle wenkbrauwen.
Het heeft gewoon echt nut. Maar let wel op, het maakt het wel iets witter, iets lichter. Dus je moet wel alsnog ingaan met iets van een wenkbrauwproduct. Maar mijn wenkbrauwen zitten echt moervast. Ik was ook deze gel erin aan het doen. En het was echt een beetje stroef. Dus mijn wenkbrauwen zaten echt gewoon helemaal vast gewoon. Dus ja, het heeft gewoon echt nut. Ik denk dat als ik dit iets meer zou oefenen, het iets beter eruit zou zien. Omdat ik het nou voor het eerst heb geprobeerd, was het een beetje een gedoe. Maar it worked. Nou, dan ga ik verder met de volgende hacks. Ik heb een aantal hacks voor de lippen. Ik heb 2 hacks voor de lippen. En ik ga beginnen met een hack die je lippen wat voller maakt. En hiervan heb ik gewoon een afbeelding. Die heb ik van Snapchat. En zoals je kunt zien, zij doet helemaal zo een contour om de hele lippen heen. Helemaal bij de Cupid's bow en alles. Dus dit wil ik ook gaan proberen. Je lippen voller maken op zo'n manier is al wel gewoon bekend. Dat is al gewoon iets wat veel mensen doen. Maar vooral al verbeelding 2 hier, dat ze ook zo helemaal hier contourt en zo. Dat is voor mij nieuw. Dus ik ga zien of dit echt nut heeft en of het mijn lippen ook echt voller maakt. Ik maak wel eerst even mijn lippen even gewoon goed droog. Want er is nou een soort van balmpje op. Dus nou is het gewoon helemaal droog. Ik gebruik mijn Huda Beauty Contour in de kleur Medium. Is een mooie bruine contourkleur. En die ga ik dus gebruiken. En dan ga ik mijn lippen zo precies contouren als hoe zij het heeft gedaan. Dus dit ga ik ook zo doen. Zij heeft zo hier in het midden heeft ze een lijn. En ook hier. En dan gaat het helemaal zo om de lip heen. En dan ook zo onder. En dan heeft ze ook een beetje een soort van een lichte concealertje. Maar niet echt heel veel, gewoon een klein beetje. Ik gebruik mijn Revolution Concealer in de kleur C5. En dan pak ik echt maar een heel klein beetje, want ze heeft echt niet veel gedaan. En die doe ik zo hier waar geen contour zit. Oké. Het is nou alsof ik een snor heb met een baard. En dan inblenden. Ja, op de afbeelding staat niet hoe ze het dan precies heeft ingeblenden. Ingeblenden. Dus ja, ik ga maar gewoon doen op de gok. Met mijn beauty blender gewoon een beetje indrukken of zo. Oké, ligt het aan mij of heeft dit gewoon echt nut? Vooral zo hier, dit heeft zo die klamme effect. Dat beetje zo effect. Ik krijg alleen wel een beetje een snor effect, maar goed. En dan doet zij verder gewoon haar lippen inkleuren met een lippot, loodje en een lipstick ofzo. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga het gewoon nou even zo laten, want als ik nog meer blend, dan blend ik het gewoon helemaal weg. Ik pak ook gewoon even een kleur die op haar kleur lijkt. Ik pak een MAC lippot loodje in de kleur Whirl. Die is een beetje roze. Zo, en dan kleur ik het in met mijn Model Co lipstick. Die is ook een beetje zo die kleur. Volgens mij heeft het vooral hier zo dit gecontour hier. Dat heeft wel echt nut. Ik vind het wel een klein beetje een snor effect. Alsof ik nou hier donker ben. Alsof daar gewoon snorharen zitten. Snorharen. Ik bedoel gewoon haartjes. Die lijken op een snor. Het heeft volgens mij oprecht wel echt een klein beetje nut. Is dat raar? Ziet iedereen wat ik ook zie? Het is nou niet dat ik denk dat ik dit iedere keer ga doen. Alleen vooral dat, ja, echt dat gecontour hier zo. Dat maakt oprecht wel verschil. Oké, dan heb ik nog een lip hack. En die maakt je lippen iets meer plam. Iets meer, vooral zo hier, iets meer voller. Wauw. Oké. Zij doet dus hier wimperlijm en dan ze duwt haar lippen zo op, waardoor haar lip zo voller wordt. Ik heb hier precies zo'n winter... Wat heb ik vandaag? Ik heb hier precies zo'n wimperlijm. Zij had geen lipstick op. Ik denk dat ik gewoon dit er even afhaal hier. Ik denk dat dit zo wel genoeg is. En ze liet het eventjes opdrogen. Wacht, ik doe iets meer. Ik weet niet in hoeverre dit gezond is voor je huid, maar oké. Oké, een beetje opdrogen. Ik heb zo'n hack nog nooit gezien. En dan gewoon dit zo omhoog doen. Oké, wacht. Oké, het blijft niet plakken. Ik moet misschien nog even wachten. Oké, nou is hij een beetje opgedroogd en dan zo dit omhoog. Het blijft helemaal niet plakken.
Het blijft echt niet plakken. Ik ga het gewoon zo eventjes ingedrukt houden. Nou, dit blijft echt... Ik weet niet hoe zij dit doet. Maar het blijft echt niet plakken. Ik ga het gewoon opnieuw proberen. Ik doe weer gewoon opnieuw zo hier wat lijm. En dan weer eventjes laten drogen. Oké, mensen. Poging 2. Kijk, het blijft eventjes en dan gaat het gewoon weer gelijk weer los. Misschien is mijn lip veel te zwaar of zo. Nou mensen, dit heeft dus echt geen nut. Oh. Even een lippenolietje op mijn lippen doen. We gaan verder met de volgende hack. Ik heb hier dus een hack voor een eyeliner. Ik weet niet in hoever dit gaat werken. Ik ben er een beetje sceptisch over, jongens. Maar goed, ik heb dus speciaal voor die hack een wimperkruller gekocht van de Pussy Shop. En wat zij dus doet, is met een zwart oogpotloodje brengt ze hier een zwarte lijn aan. En dan doet ze zo de wimpers krullen. En dan moet er dus kennelijk hier zo'n mooie zwarte lijn blijven. Ik weet niet echt of het gaat lukken. Ik ben echt sceptisch. Dan ga ik hiermee gewoon een zwarte lijn maken er echt onder. Ja, er staat echt eronder. Zo, er is nou hier helemaal een zwarte lijn. En dan krullen en dan eraf. En dan moet er hier een zwarte lijn blijven. Dus ik ben benieuwd. Maar ik vind het raar, want ik raak toch mijn huid helemaal niet. Nou pakte ik een beetje van mijn huid. Ten eerste, dat doet pijn. En ten tweede, er is nou hier zo'n rare zwarte lijn die niet echt helemaal zwart is. En ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik breng iets meer aan. Je moet dus echt een beetje pakken van je huid ook mee. Maar ja, dat is niet echt een fijn gevoel, jongens. Maar ik ga het toch gewoon doen. Alles voor de YouTube. Het is niet zo perfect als wat hun laten zien. By the way, ik vind de kruller heel fijn. Wat even. Kijk, ze gaan echt helemaal zo omhoog. Ik ga het gewoon weer proberen. Ik breng weer iets meer aan. Mensen, ik doe tenminste wel echt mijn best. To make it work. Ja, nee, dit heeft toch allemaal geen nut, jongens. Doe ik het nou gewoon verkeerd of wat? Ik ga het ook proberen bij het andere oog. Weer iets meer aanbrengen. Nou, ook hier had het echt geen nut. Deze hack is ook een faal, jongens. Ik ga het er weer afhalen. We gaan verder met de volgende hack. Ook die is voor de ogen. En dat is dus op een hele makkelijke manier een bruine oogschaduw look maken. Met zo'n potloodje. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit ga ik ook proberen. Het ziet eruit alsof je het niet per se zo zou hoeven te doen. Maar het ziet er ook wel weer uit als dat het wel zou kunnen werken. Ik heb hier een bruin oogpotloodje van Catrice. Dit is in de kleur nummer 140 Shock Waves. En dan ga ik ook zo dat doen als wat zij heeft op die afbeelding. Zo een hekje maken. Zij heeft dus hier gewoon zo een streep gemaakt. Nog zo een streep. Zo nog er doorheen. Je maakt dus gewoon echt zo'n hekje. Oké, mijn hekje is niet zo mooi als die van haar. En dan denk ik gewoon blenden of zo. Ik ga het proberen. Ik doe niks meer op mijn kwast. Ik blend echt gewoon alleen maar dit. Er staat niet echt op hoe zij dan blendt. Maar goed. Oogpotlood is niet makkelijk te blenden. En het blendt ook best wel weg. Je kunt het beter gewoon doen met oogschaduw. Ik snap niet waarom je dit hele hekje zou moeten maken en dan blenden. Want het blendt gewoon helemaal weg. Ik ga iets meer aanbrengen. Ik maak weer zo'n hekje. Nee, dat is mijn antwoord. Gewoon nee. Ik snap wat ze proberen hiermee, maar het blendt gewoon niet goed genoeg voor zo in de hoeken. Wat ik misschien zou doen, is dat ik het gewoon aanbreng op mijn ooglid en dan gewoon zo blend over mijn lid. En dan een oogschaduw aanbreng om echt zo de randen te blenden. Want dit zo in de hoeken op de randen met een potloodje, nee, dat heeft niet echt nut. Het wordt niet echt mooi. Dan heb ik ook nog een glitter oogschaduw hack. Een makkelijke manier om glitter eraf te halen. Want ik denk dat heel veel mensen het probleem hebben dat als ze met glitter werken, ze het op hun hele gezicht krijgen en het er niet afgaat. Dus ik heb hier weer een handige hack gevonden. En dat is op Twitter.
Zij laat zien hoe je eerst met plakband de glitter af moet halen voordat je ingaat met iets anders. Dus dat lijkt mij wel handig. Ze heeft gewoon zo'n plakband onder vinger. Ze brengt die aan op de glitter en dan haalt ze zo de hele glitter af. Dus dat ga ik proberen. Ik heb hier mijn Tati paletje. En die heeft dus hier allemaal hele prachtige pressed glitters op die hele rij hier. Dus ik ga gewoon zo mijn glitter aanbrengen op mijn ooglid. Even kijken voor welke kleur ik ga. Ik ga voor donkerbruin, want het is dan matchy met deze blauwe troep hier. Hoe mooi is het als je zo'n mooie bruine smoky look maakt en dan zo met die bruine glitters erop. Wauw, dat zou echt prachtig zijn, jongen. Zo, ik heb de glitters aangebracht. Nou gaan we proberen het eraf te halen met plakband. Zo, ik heb het ook zo om mijn vinger heen geplakt. Oh, dat heeft inderdaad echt nut. Oké, wacht. Kijk dit. Kijk hoeveel er af is gegaan. Ik ga nou gewoon proberen om het gewoon zo gelijk aan te brengen. Oh mijn god, kijk. Al had ik al wel verwacht dat dit een hack was die zou gaan werken. Maar het is toch echt geweldig als je het ook gewoon echt zo ziet werken. Kijk dit, jongens. Kijk, het is er gewoon bijna helemaal af. En met dat beetje wat er nog op zit, je kunt dat er gewoon afhalen met een make-up wipe. Gewoon zo. En je bent klaar. Yes, eindelijk weer een hack die gewoon werkt. Zo, dan heb ik nog één hack. En dat is voor extra lange wimpers. En zoals veel mensen weten, ik heb echt de meest slechte, belachelijke wimpers die er bestaan. Ze zijn super kort en ze doen echt niks. Dus ik hoop dat deze hack werkt. Put foundation on a spoolie and apply to your lashes. Now apply mascara over the foundation. Your lashes are way fuller than with just mascara. Oké, zij brengt dus eerst foundation aan op de wimpers en dan pas mascara. Dus dat ga ik ook proberen. Ik ben benieuwd. Ik weet niet echt of dat nut gaat hebben. Oké, ik pak gewoon zo een beetje met mijn spoolie. Dan breng ik het ook zo aan op mijn wimpers. Oh nee, wacht. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het op eentje wel doen en op de andere niet. En dan zien of we verschil zien. Dat is veel slimmer. Dus ik ga het er weer hier eventjes afhalen. Aan de linkerkant hier ga ik het dus niet doen. Zo, ik heb het nou hier gedaan. Ik weet niet echt of het de bedoeling is om eventjes te laten opdrogen. Maar ik denk het wel. Dus ik ga het gewoon eventjes zo laten. Oké, dan pak ik een van mijn fave mascara's. De Miss Lynn Lolita mascara. En dan ga ik die aanbrengen bij allebei. Ik begin met de rechterkant. Oké, ziet iemand een verschil? Want ik zie geen verschil. Ik heb al niet heel veel wimpertjes überhaupt, maar ja, ik zou dan toch wel alsnog verschil moeten zien. Wacht, ik doe even zo. Ik zie geen verschil, jongens. Als iemand verschil ziet, let me know, maar ik heb het dus hier wel en hier niet. Maar het is nou niet echt dat ik echt denk van wow, echt een drastisch verschil of zo. Oké, nou, die hack had ook geen nut. Nou mensen, dat waren dan alle hacks. Ik heb ze allemaal gedaan. Maar een aantal waren goed, een aantal niet. De oogschaduwhack had niet echt net, is niet echt mijn ding. Je kunt er beter gewoon gelijk met oogschaduw ingaan. De glitterhack met die plakband, echt een geweldige hack. Dat is echt iets wat ik zou gebruiken. De hack met dat wimperkrullen ding en dat het dan zo een zwarte lijn komt. Had ook echt totaal geen nut. Het lip contouren had een klein beetje nut. Ik zag door dit hier zo wel echt verschil. Maar hier had ik wel echt een beetje een snor effect. Dus als ik het weer zou doen, dan zou ik het alleen maar zo hier doen. En misschien ook hieronder. Maar dit zo hier, dat was echt alsof ik een snor had. Dus die had semi nut. De zeep wenkbrauw had ook echt nut. Ik moet het wel een beetje extra oefenen om het echt perfect te kunnen doen. Maar mijn haren staan nog steeds gewoon omhoog. Dus het doet echt wat het zou moeten doen. De vollere lippenhack met zo hier wimperlijm aanbrengen had echt geen nut. Mijn lip bleef niet hangen. En de wimpershack had ook niet echt nut. Dus een aantal hadden wel nut, een aantal niet. Die ik het beste vond was die glitterhack. Om het er zo af te halen met plakband. Echt ideaal. Echt een super slimme oplossing. Nou, ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!